Wat vindt u ervan dat de burgemeester Marja van Bijsterveld weer 6 jaar mag blijven zitten? Nou, helemaal goed. Ja, ik vind het een hele leuke, aardige vrouw. En ze doet, nou, naar mijn hele leuke dingen. Openen en niet openen. En nou, altijd komt ze heel vriendelijk over. Dat vind ik heel goed. Dat is goed voor jou, dus dat willen we nog wel 6 jaar. Erg vrolijke vrouw, mooie dame. En ik hoop dat ze nog zoveel plezier blijft houden om langer te blijven. Nou, ik had ze liever weg gehad. Maar als iedereen het ermee eens is dat ze blijft, ja, dan zal ik me daarbij neer moeten leggen. Ik vind het een hele goede burgemeester. Ze heeft ook nog 2 fouten gemaakt. Met dat onderzoek naar de moskeeën en zo. Maar ja, ieder mens maakt wel zijn fouten. Maar voor de rest is ze een goede burgemeester, vind ik. En als u 1 dag burgemeester zou mogen zijn, wat zou u dan doen of aanpassen in Delft? Nou, volgens mij ik niks zelf. Daar ben ik misschien te oud voor geworden. Ik zou alle mensen die in het ziekenhuis werken, daaromheen, huisartsen, de hele doen, die zou ik de hele dag in het zonnetje zetten. Wat jullie doen als je baas was? Dan zou ik alles in de winkel voor mezelf houden. Nee, ik vind het wel eens goed gaan zo. Alle oude fietsen in Delft om te ruimen. Allemaal. Alles weer open. Toch? Dat we weer alles kunnen doen. Ja. Of er zijn zoveel dingen die anders kunnen, maar het is allemaal zo moeilijk. Vooral na deze tijd met de corona. Je kan al niet wel echt iets gaan doen en het is allemaal opzij. Kijk uit. Dus je moet gewoon rustig te gang gaan en kijken wat er terecht is.